The Deported. De kans is groot dat je deze film al lang gezien hebt, maar check hem dan gewoon nog een keer. Zo goed is The Deported. Cullivan werkt voor Frank Costello, een beruchte gangster. Zijn opdracht is om het politiekorps van Boston succesvol te infiltreren. Aan de andere kant zit Billy Costigan, een undercover agent die juist het imperium van Costello probeert binnen te dringen. Groene Giro. Nick en Amy Dunne, gespeeld door respectievelijk Ben Affleck en Rosamund Pike, zijn van plan om hun jubileum als echtpaar te vieren. Tot Nick twijfels krijgt, die hij zijn tweelingzus voorlegt. Wanneer hij terugkeert, blijkt Amy compleet verdwenen te zijn. De politie wordt direct ingeschakeld, maar al het bewijs leidt naar maar één persoon, Nick zelf. Child 44. Child 44 was niet de topfilm die het had moeten zijn, maar zeker dankzij het puike acteerwerk van Tom Hardy is de film nog steeds een absolute aanrader. Een idealistische veiligheidsfunctionaris onderzoekt een reeks kindermoorden, in een land waar dat soort misdaden volgens de overheid nooit plaatsvinden. Seriemoordenaars bestaan op papier niet eens. Toch besluit hij door te zetten, waardoor hij al snel verbannen wordt. Wat is er aan de hand in het land waar Stalin aan beiden wordt? Een crime-thriller om van te smullen. Shirt Rusland. In het Amerika van 1954 gaan Chuck Howle en zijn nieuwe partner Teddy Daniels op zoek naar een moordenares. Ze zat in een TBS-kliniek op Shirt Rusland. Het kan bijna niet anders dan dat ze zich ergens schuilhoudt op het eiland. Een orkaan zorgt ervoor dat hun onderzoek spaak loopt, en dat ze zelfs vastzitten op het eiland. Ondertussen ontsnappen nog meer gevangenen. Prisoners. Prisoners, wat een topfilm. Nog een stuk bewijs dat Denis Villeneuve een van de beste regisseurs van dit moment is. Deze ijzersterke thriller gaat over Kille Dover, een vader wiens dochter wordt ontvoerd. De ergste nachtmerrie voor elke ouder. Hij heeft weinig aanknoppunten, en ook de politie geeft het al snel op. Keller besluit het heft in eigen handen te nemen, met alle gevolgen van dien. Legend. Nog een keer Tom Hardy. In deze film speelt hij twee rollen, een tweeling. De film is zo opgenomen dat het net lijkt alsof Hardy er twee keer tegelijkertijd in beeld is.
Hij speelt twee beruchte gangsters die de onderwereld van Londen twee decennia lang in handen hadden. In Legend zie je hun opkomst en ondergang voorbijkomen. Amerikaan gangster. We blijven even bij de gangsters, dit keer Amerikaanse. In Amerikaan gangster zie je hoe politieagent Robert lucht krijgt van een trucje waar drugsbas Frank Lucas van profiteert. Hij gebruikt het Amerikaanse leger om tijdens de Vietnamoorlog goedkoop drugs de Verenigde Staten in te smokkelen. Roberts besluit op onderzoek uit te gaan, maar een corrupte politieagent is hem op de hielen.